Dus je denkt dat je een update video gaat plaatsen, maar dat is te boring. Dus dan ga je maar een spelletje doen waar je gisteren achter bent gekomen dankzij Mumei. Waarom ook niet? Goedemiddag allemaal en welkom bij deze random filler van een video. Omdat ik geen video's op het moment klaar heb staan, omdat ik nog steeds bezig ben met de Disney vlog. En dat ik, mijn stem is een beetje al hersteld, zoals ik al zei op een Facebook update. Maar ik dacht, het is toch tijd voor een video weer om een keertje te doen. En ik heb een uurtje de tijd voordat ik kan werken. En, daarom ben ik maar gekomen op Slither Rio. En dan ga ik ook jullie ook vertellen hoe dat ik erop ben gekomen en noem het maar op. Blijkt nu ook in één keer op YouTube heel erg veel te komen. Maar ik ben er gisteren achter gekomen dankzij Mumei. Ik noem mezelf Zeepje. Waarom ook niet? Een beetje lekkere muziek er op de achtergrond achter. Oké, de gimmick van het spel is, je bent dus een slangetje, een snake. Volgens mij is het ook gebaseerd op het spel Snake, dat weet ik dus niet zeker, maar daar komt het dus wel op neer. En ik weet dat ik heb een very bad hair day, maar dat deal with it. En wat je moet doen is, je moet dus bubbeltjes eten, dan word je groter. En het is natuurlijk hier ook de bedoeling om de grootste te worden. En je kunt anderen dus killen doordat ze dan tegen jou aan zullen botsen. En het grappigste is, hoe klein dat je ook bent, je kunt gigantische grootte kun je dus killen. Zoals ik hier dus zojuist gedaan heb. En die grootte had mij bijna. Nou, we zijn al behoorlijk groot. Het is gaaf. Dus ja, het maakt niet uit hoe klein dat je bent. Je kunt gewoon de grootste al gelijk in één keer van het bord af wipen als je dus goed bent. En hoe groter dat je wordt, hoe makkelijker dat het dus wordt om mensen te omcirkelen. Dus dat is hartstikke grappig. Maar ik wil het met jullie ook heel eventjes hebben over de toekomst van het kanaal. Ondertussen dat ik dus dit aan het spelen ben. Jij bent de grote. Jij bent groot. Dus kijk of we op de leaderboard kunnen komen. Dat zal wel leuk zijn. Maar updates over het kanaal. Ik heb het gisteren toevallig op Facebook geplaatst. Zelda Play 2. Oh! Dat botste ik toch bijna tegen iemand anders aan. Nee, jij krijgt me niet. Hier, ga maar bots tegen mij aan. Oh, dit spel is zo leuk. Oh, dit spel is zo gaaf. Het is zeg maar een variatie op Agario. Maar dan met Snake. En ja, echt heel erg leuk. Ik ben erachter gekomen. Gisteren waren we met Pixelmon bezig. En ik was met Pokémon bezig. En het grappige was, na een tijdje was ik dus mijn Pokémon aan het trainen op de 3DS. Nogmaals, ik ben nog steeds bezig met de 3DS dingen. En jij groeit nog steeds, daar ben ik het niet mee eens. Maar toen hoorde ik in één keer tot Mimé, die was dan Slither.io aan het doen. En toen zijn we toen iets van 2 à 3 uur aan het doen. Leroy was er ook bij, hartstikke gezellig, hartstikke grappig. En maakt niet uit dat jij daar een gedeelte van hebt, jongen. Maakt niet uit. Ik kan daarmee leven. Ik ben al best groot. Ik zit op 3000. Ja, en je kunt dus boosten door op de muis te klikken of op spatie te drukken. Dus dat is hartstikke grappig. Jongens. Waarom ook niet? Dus, zie ze allemaal dashen daar. Maar goed, de update van het kanaal. Wat ik dus eigenlijk van plan was om gewoon een update video te maken. En dan toch maar een spel de random in heb gegooid. Zoals de Towler het zou noemen, de onzin in. Ik weet niet. Ik zal vragen of de Towler dit ook was. Niks ervan. Dankjewel, hè. Daarachter ook alweer een hele grote. Ik word echt al groot, jongens. Dit gaat goed. Je kunt door jezelf trouwens heen gaan. Dat is wel een voordeel. Dus je kunt mensen omcirkelen en zo dingen ontwijken en alles. Maar voor Twilight Princess. Ik ben van plan om dat een zondag op te nemen. Zaterdag heb ik het weer heel erg druk. Dit hele weekend heb ik het. Deze hele maand heb ik het eigenlijk hartstikke druk. Maar buiten dat. En ik hoop dus dat ik aankomend weekend Terraria weer op kan nemen. Dat zou echt heel erg gaaf zijn. Mocht dat niet het geval zijn. Ja, nogmaals sorry jongens. Maar ik heb best wel een druk leven zoals dat jullie dus weten. Dus daar moeten we zeker, daar moet ik zeker rekening mee houden. Dus ja, als ik het eventjes druk heb, nogmaals mijn excuses daarvoor. Maar Twilight Princess, hij gaat zeker komen. En oh mijn god, spoilers, dat wisten we nog niet dat Twilight Princess zou gaan komen. Maar die hoop ik dus begin volgend weekend. Ik ga niet dood, dat weiger ik. Ik weiger om dood te gaan. Rustige, ontspannende muziek. Die kleintjes die kunnen dus al jou killen, hè. Dus daar moet je zeker vooruit kijken. Hier, dan probeert hij tegen mij aan te dashen. En nou maakt hij dus een fout. Maar ja, kleintjes die kun je dus bijvoorbeeld omcirkelen door dit te doen. Kijk, en dan omcirkel je ze en dan heb je dus ze vastgezet. Waardoor dat, ze niet bij die bubbels kunnen komen. En we zijn best groot al. Ik ben tevreden, oké.
Laten we eens even wat meer proberen te omcirkelen. Dit is gewoon leuk. Dit is gewoon leuk. Dus wil je het spel trouwens zelf spelen? Het is hetzelfde als agar.io, maar dit is slither.io. Dus ook wel eens een heel leuk spelletje dat gewoon verslavend is als het maar zijn kan. En ik moet zo naar mijn werk toe, maar dat boeit me eigenlijk op dit moment helemaal niks. Want ik wou toch nog even een video maken en dan toch even een spelletje spelen. Het is gewoon leuk. Dus ja. En voor Q&A, de enige vragen die ik nou op dit moment krijg zijn dus heel veel van dezelfde vragen. Van wanneer komt dit weer, wanneer komt dat weer? En ja, zoals ik al in een video heb gezet, jongens, jullie weten dat ik het heel erg druk heb de laatste tijd. En ik probeer zoveel mogelijk video's te maken. Kijk nou naar bijvoorbeeld nu. Nu ben ik een video aan het maken, terwijl dat ik eigenlijk rustig eventjes aan mijn koffie wou gaan zitten en me voorbereiden voor mijn werk. Maar nee, ik wou eventjes eerst rustig eventjes... even een videootje opnemen. Speciaal voor jullie, want dat vind ik leuk. Dus, en de Disney-vlog, ja, ik ben ermee bezig met het editen. En zoals ik al op Facebook had gezet, de kwaliteit is een beetje lager. Omdat... Nee. Daar trap ik niet in. Nam, 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 nam. Nou, weet je wat? Jullie pakken dat, ik pak dit. Ja? Pak ik dit? Jullie pakken dat? Ik vind het best. Oh, jij bent gekleurd. Oké. Eens kijken of we jou kunnen... Joep. Niemand ontkomt aan de zeep. Oh, dit spel is echt superleuk. Misschien moet ik dit een keertje doen in een livestream of zo. Laat weten of jullie dat leuk zouden vinden als je dit in een livestream doet. Nam, nam, nam. Oh, snijpvogels. Oeh, dat ging me net goed. Oh, dat ging me net goed. Oh, dat ging me net goed. Oké, ik eet alles. Ik eet alles. Oh, ik zit echt midden in de crowded gebied, zeg. Als Mimmy dit zou zien, die heeft me gisteren wat tips gegeven, omdat hij speelt het al een aantal dagen. En als Mimmy dit zou zien, dan zou hij gewoon trots op me zijn. Oh, dit was dom, dit was dom! Oh, hij ging net dood! Oh, dat was... Oh, nee, 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 nee! Hi. Oh, boy. Oh, boy. Oh, sta ik al op de leaderboard? Ik sta op de leaderboard, ik sta tiende! Ik sta op de tiende plaats! Ik sta op de tiende plaats, jongens! Ik sta er... Ik sta op de negende plaats! Ik sta op de leaderboard! Ik heb het gedaan! Oh mijn god, ik ben awesome! Eerste try! Yes! Nou ja, eerste try met een video eigenlijk. Want ik dacht bij mij van ja, gewoon een update video en noem maar op. Dus oh mijn god, dit spel is leuk. Nee, kijk hoe groot ik ben. Oké, dan gaan we in aanval. Het is hier een beetje crowded. En jij bent ook best groot. En jij hebt suicide gepleegd. En jij bent ook al best groot. Zou ik jou kunnen omcirkelen? Het is hier best wel druk, dus het is gevaarlijk om mensen te omcirkelen. Maar we moeten dus... Oh boy. Dat is jammer. Nou, eigenlijk had ik daar ook om kunnen dashen en dan hem gewoon... Oh, ik neem te veel risico. Ik neem echt veel te veel risico. Ik moet echt veel meer dashen. Ik moet echt veel meer dashen. Ik sta vierdes! Oké. Ah, nee, nee! Ah, nee! Zo ben je in één klap gewoon neer. Ah, dit doet pijn. Oh, dit doet zoveel pijn. Oh, ik denk ik omcirkel hem even snel en hij was me te snel af. Ah, ik ga dit nog een keer proberen. Dit is goed te verslavend. Ah. Nou, gelijk begint de detune, waarom ook niet? Ach, iemand heeft hier een hartje getekend. Wat leuk. Wat lief. Ah, dit spel is zo leuk. Dit spel is echt leuk. Is echt een aanrader. Als je even niks te doen hebt. Agario, dat is tegenwoordig met Facebook en alles. En met die Agario mods, die werkt niet meer echt zo goed. En dan hebben ze dan weer iets nieuws. Dus waarom ook niet? Laten we dit even doen. Dus, maar ja, zoals ik al zei, dus updates over de video. En jij gaat dat... Oh, jij gaat mij omcirkelen. Dat gaat niet gebeuren. Oh, jij bent groot. Nee. Je hebt dezelfde kleur als mij. Ik hou van jou. Omdat je dezelfde kleur hebt. Kleurceptie. Als die nou groot wordt, of als die nou gepakt wordt, dan ontploft die gelijk. Oh, ik ga hier heel sneaky zo tussendoor langs. Ah, jij is sneaky, sneaky, sneaky. Oh, play again. Ik wil het gewoon nog een keer doen. Ik ben een gigantische regenworm. En ik zit aan de koffie, jongens. Echt serieus. Ah, video. Oh, hi. En doei. Damn.
Oké, we zitten weer op de 1000. Dat is wel een mooi iets om... Weet je waar? We gaan gewoon die grote proberen te pakken. We gaan gewoon die grote afsnijden. Of hij gaat dat doen. Gaat hij die grote afsnijden? Oh, die grote werd afgesneden! Oh, nam 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 nam. Oké, dan gaan we jou afsnijden. Nee? Ben je bang? Ben je bang? Hij is een bang konijntje. Oké, nou, Mimmi die had me dus verteld dat het beste is om te ontcirkelen wat je dus nog niet opgegeten hebt en dan zoveel mogelijk opeten wat er dus nog niet opgegeten is. En natuurlijk anderen te omcirkelen. Zoals hij nou bij mij probeert te doen. Oh boy. Dat ging me net goed. Hij probeerde mij af te snijden en dat lukte hem gelukkig niet. Oh, we zitten al op 4000. Oké, nou, en afsnijden, Jap. Het is jammer dat hij niet doorzet, anders had ik toch wel een grote nam-nam weer te pakken gehad. Dus, maar ja, op zich echt een heel leuk spel. Ik zou zeggen, probeer. Ik zit nog steeds aan de koffie, jongens. Ik zeg je, ik vind het zo lekker om te spelen, dit spel. Is maar ja, update dus over het kanaal. Ja, sorry dat Terraria dus niet zo snel kan geüpload worden. En dat het dus eventjes een beetje stil is geweest op het kanaal. Maar ja, ik kan dat niet vaak genoeg zeggen. Het volwassen leven is best wel druk. En ja... net zoals veel events waar ik nou naartoe ga. Ik heb zaterdag dan iets speciaals waar ik dan naartoe ga. De week daarop heb ik weer een evenement waar... Oké, je bent zelf doodgegaan. Gelukkig maar. Is van mij. Ik ben sneller. Oeh, daar kan ik wel mee leven. Doei. Neem dit even mee. Dan gaan we jou omcirkelen. Kan ik jou omcirkelen? Nee, je bent veel te groot daarvoor. Je had het al door. Je bent slim. Je bent veel te slim. Je bent veel te slim voor mij. Daar hou ik niet van. Oké, nou, we zijn op zich wel groot. Ik moet proberen mijn muis wel in het scherm te houden, anders gaat het helemaal mis. En oh, je hebt een hele rode te pakken gekregen. Je hebt dat al helemaal om zich. Goed bezig, jochie. Goed bezig. Nee, ik zou je maar rust laten. Maak je geen zorgen. Ik maak gewoon maar rust. Ja, dus... Maar ja, die kleine kledingstuk. Ik moest me hier even redden, want... Wij blijven kindvriendelijk, doei. Die kleine die kunnen dus heel erg duidelijk zijn. Oh, Lexpike, dit gaat niet goed. Dit kan gevaarlijk zijn. Zie je, Lexpikes killen mij altijd. So not fair. Ik wil nog een poging geven. Oh, dat was een grote kill. Oh, dit is awesome. Oh, niemand pakt dit op. Oh! Zo kun je in één keer van zo klein... Ja, dat was Mario, weet je. Zo kun je dus van heel klein in één keer super groot worden. Gaaf, man. Kijk of het weer op dat leaderboard kan komen. Dit is mijn laatste run trouwens, dus waarom ook niet. Ik gooi jullie er gewoon bij. Dat wordt hartstikke gezellig. Wij zijn... Ik vind het wel fijn hoe ik die random muziek heb aangezet. Maar ja, wij zijn dus... jij gaat mij proberen af te snijden, hè? Niks daarvan. Het enige nadeel is waar je wel mee op moet letten is als je boost, dat je dus kleine dingen weer uitpoept. Daar komt het weer en dan word je dus kleiner. Maar voor de rest word je niet kleiner. En dat is zoals in Agario, moet je constant blijven aanvallen. En hier word je dus niet kleiner, tenzij dat je dasht. Of tenzij dat je in één keer doodgaat en iemand anders je opvroot. Dat kan natuurlijk ook. Dus kijk, hier heb je bijvoorbeeld mijn dashboard. En oh man. Oh. Damn it! Ik moet nog één keertje. Oh jongens, dit is zo'n lekkere run op het moment. Even er doorheen, het esje! Ah! Ik botste hier iemand aan. Dat was de meest crowded plek ooit! Oh, Jesus Christ, superstar! Ah, blab! Ik zei dat ik nog maar één spelletje zou doen, maar dit is zo verslavend! Mijn haar is echt een mes zo, jongens. Ik ga gewoon... Kuifie, funky. Funky style. Ik heb geen koffie meer. Ik ben depressief omdat ik geen koffie meer heb. Hoe lang duurt deze video ondertussen wel niet? Oké, dit is de laatste run. Ik neem hier gewoon heel deze run mee. We gaan gewoon lol hebben. Ik ga heel afsnijden! Ik neem dat als geen talent. Ik neem dat niet als talent. Nee. Het is een probleem met ergere spellen die dus heel erg gaaf zijn. En dus... Oké, wij zijn paars. We hebben de D-tune. Blijf kalm. Blijf rustig. Je moet kalm zijn. Je moet nadenken. Je moet rustig. Analyseer de situatie. Analyseer alles. Pak alle bubbeltjes die je ziet. En als er een worm komt, kill hem. Als hij nou ontploft, dan ben ik in één keer super groot. Blijf gewoon bij hem in de buurt. Ik heb zo'n gevoel dat hij bijna doodgaat.
Ik heb zo'n gevoel dat hij bijna doodgaat. Waarom heb jij een handje? Hi. Kijk, en die probeert mij nou te omcirkelen en daar geef ik hem geen kans voor. En de nadeel is, als je constant blijft dashen, dan heb je heel erg snel de kans dat je dus tegen iemand anders aan botst zoals ik daar. En hij heeft iemand omcirkeld! Aww, hi Raichu. Alles kids? Hoe gaat het mee? Hoe gaat het met je moeder? Oh, hoi. Neem aan dat dat ook een Raichu is, of is dat een Pikachu die nog steeds niet geëvalueerd is? Of heb je moeder nou beledigd? Sorry, dat was niet mijn bedoeling. Mooie kleur, staat je goed, alles kids. Oké, nou weet je wat, we pakken gewoon al die dashes hier. Oh, we zitten echt in het midden van de map. Zoals je kan zien, onder in beeld, daar zie je dus ook een minimap. En die minimap die is best wel handig om te zien waar dat de drukste plek is. En in het midden is het altijd het drukste. Maar op dit moment groei ik niet zo hard. Dus als ik nou even hier een grote eventjes dood wil gaan. En dan kan ik even al de balletjes nommen. Dat ging me net goed. Oké, jij hebt ruzie nou met mij, hè? Toink. Oh, dat doet pijn. Oh, hij wou mij aanvallen en dat faalde hij. Oh, nou wil hij mij aanvallen. Wil jij mij omcirkelen, jongen? Wil je mij proberen te omcirkelen? Kom maar, kom maar. Kom maar met je blauwe bakkers. Kom maar. Oh. En dan weet ik dat ik een vrij jonge kijkgroep heb. En dat ik dus heel veel jonge kijkers heb. En ik weet niet of soms de ouders ook nog wel eens kijken. Maar dit kan echt een heel leuk spel zijn, ook voor de ouders. Dus ik bedoel, ja, zoals jullie weten, ik let altijd op mijn taalgebruik. En heb altijd wel van die leuke dingen die ik, waar ik rekening mee hou. Ik bedoel, ik weet dat er heel veel jonge kijkers kijken. Dus daar hou ik zeker rekening mee. Hi, jij probeert mij te omcirkelen. En dat gaat niet gebeuren. Nee. Dat vind ik zo gevaarlijk. Hè? Die hele grote, als die in één keer gaan boosten, zorg dat je wegkomt. Zorg dat je echt uit de voeten maakt. Want echt, op het moment dat hun jou omcirkeld hebben, dan is het game over. Ah. Oké, nou eens even kijken. Ik zie hier een heel rood spoor. Dat is een rooi, die heeft hij gedasht. En oeh, hallo. Ken ik... Oh, ik heb jou al omcirkeld. Goed zo. Kan ik dit even mooi opeten? Oh, als hij nou omhoog gaat, dan ben ik de Sjaak. Als hij gaat dashen, ben ik de Sjaak. Ik heb hier nog de opening. Hij gaat niet dashen. Oeh, hij had mij zo op kunnen sluiten. Hoe groter dat je bent, hoe groter dat je ook grotere kan absorberen. Dus daar wil je zeker voor uitkijken. Hi, dat is mijn stuk. Hi. Bots tegen mij aan, vind ik leuk. Het is hier heel erg crowded en druk. En dan wil je eigenlijk als de grootste wil je hier absoluut niet tussen zitten. Hi. Ik neem dit even mee. Mag wel, hè. Ik bedoel, ik ben al 2000. Ik ben best groot. En ik heb het in het begin van de video voor elkaar gekregen om een leaderboard te komen. Dus dat wil ik nog een keer doen. Nee. Nee. Stoute blauwtje. Ja, ga dat maar opeten. Oh, snuikvogels. Ik bied ze een beetje mee. Oh, hij is te veel aan het dashen. Hij dasht echt heel erg veel. Dus ja, dashen dat verkleint je heel erg snel. Dus daar wil je zeker voor uitkijken. En als er hier nou weer zo'n grote neergehaald wordt. Kan je misschien zelfs weer op de leaderboard komen. Dat zou wel leuk zijn. Ik heb echt geen flauw idee. Ik probeer een van die grote te pakken. Maar ik ben zelf ook al behoorlijk groot. Dus ik moet voorzichtig wezen. Oh, dat is voor mij. Yummy, 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 yummy. Oké, en nou afsnijden die app. Ah, oh, jammer. Was het proberen. Hi. Hoe gaat ie? How are you doing? Het is jammer dat je daar nou niet meer je kop in kwam. Dan had ik je. Oh nee, wacht, want dan had ik zijn staart nog en dan kon hij dan mee terugkomen. Want je kunt namelijk over je eigen staart manoeuvreren een beetje zo. Dus ja, daar moet je wel voor uitkijken. Als nou zo'n grote nou eens even neergaat. Hi, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel voor de support. Oh, hij probeert mij te omcirkelen. Zien jullie dat? Oh, die grote is neer. Ah, fart sniggles. Blah.
Ah, ik was zo ver. Ik was zo goed bezig. Ah, misschien dat ik dit een keertje nog in een livestream ga doen. Of misschien dat ik hier nog een video van maak. Laat het weten in de reacties. Als ik een keertje ergens geen video over heb. Of iets dan ook. Dit is makkelijk op te nemen. Dit is gewoon echt start OBS en begin op te nemen. Dus als jullie meer willen laten zien. Laat het zeker weten in de reacties. Als je er natuurlijk de tijd voor hebt. En voor deze soort van update video. Eigenlijk meer van Slither.io. Omdat we dat meer hebben gespeeld. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie allemaal te zien bij wat de volgende video ook zou gaan worden. Want ik hou het absoluut niet weten. En ik spuug hier heel mijn scherm onder en het maakt me ook helemaal niks uit. Ik dank jullie voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik ga dit snel editen. En vandaag nog uploaden. En daarna moet ik echt naar mijn werk. Dus doei! Ik ga nog een potje spelen. Maakt mij niet uit.